Welkom, dan ga ik de kaart aanvuren van de grote vraag. De vraag van vandaag is, wat leert de Bibel van seks, of wat leert de Bibel van je geslachtsverkeer? Voor veel christenen en veel kerken is dit een zeer plichtige thema. Maar de Bibel leert veel aan dit thema, en het is dan wichtig dat we weten wat de leer is. Het eerste ding wat de Bibel ons leert, dat is dat seks is goud. Dat is een geschenk van God. Dat is niet dat het een schwintje ding is, wat met zin te doen heeft. Dat is een geschenk van God, en hij heeft het gegeven van morgen vroeg, dat het schijn gewonnen deed, en dat zij kan intimiet en eind zijn. Maar God heeft ons klaar gewezen en klaar gezegd, dat hij heeft ons grenzen gegeven, waar we seks uitleven doen. En dat is, dat seks als bloos van morgen en vroeg, een morgen, een vroeg, weer bevrijd zijn. Dat is de grens wat hij gegeven heeft. We zijn dit in Rijm kapitel 7, Eind bad feier, en dan wieder in Sprüche Kapitel 5, der 15 Vers, und dort sagst du es dort. Sie trüht dir deine Ehe früh und jaff einzlich auch all deine Leib, so als du deine Wutter aus deinen Ehen Baum nimmst. So, warum hat Gott dann Sex gegeben? Er hat uns das gegeben, so dass wir keine Kinder zur Welt bringen. Er hat uns das gegeben, so dass es scheingönnen wird. Und er hat das gegeben, dass in de morgen früh kan top komen, ze kan intimiet zijn en dat ze kan eind worden, dat ze een sterker hem kan buren. Wanneer de Bibel dan klaar is, dat seks bloos van morgen früh is, weer bevrijd zijn, een soort bezit dat is dan aardig. Hebreeën kapitel 13, de vierde vers is dit. De ehe zo bij alle en ieren gehouden worden. En dat ehebaard zal rein blijven, wil God woord de huurder en de ehebreker rechten. Dit meint dan dat alle seks vallen bevrijden als aardig. Dit meint ook dat ehebroch, of we worden Engels zijn, adultery als aardig. Dat is eerst een tijd van wie eerst een seksual dingen doen, met eerst een weer niet ons bevrijde partner is. De Bibel leert ons ook dat in wanneer we een last hand voor anderen, dat dat ook een hebroch is. Matthäus kapitel 5, 27, but 32 leert ons dat. En dan pornografie is ook een hebroch en dat is ook zin. Weng dat is een geslachtsverkeer, een verhältnis aan en eens een weer niet ons partner is. En dan homoseksualiteit is ook bezien door een hebaard. En dat is van morgen en morgen of vroeg en vroeg top komen. En wil God zijn plan voor de ehe en de ehebaard bloos van morgen en vroeg als weer bevrijd is, dat is dan aardig. En dan, eerst een tijd weer, wanneer eerst een woord bemaakt, wanneer ze ook bevrijd zijn, dat is ook een zin, wegen God zijn lekkernis woord vernicht. De Bibel leert dat seks jet schijn, wanneer het tussen morgen en vroeg is. Maar het geeft ons ook Leer, wat ons uitzicht zal zijn, dit vinden we in 1 Korinthe kapitel 7. Hier leer we dat we zullen onze partner dienen. Seks is niet wat we creëren, ons uitzicht van seks zal zijn, wat kunnen we geven. Wat kunnen we ons partner dienen? En de grootste mening, de grootste weg waar we kunnen intimiet zijn en eind worden met ons partner is, wanneer we een uitzicht hebben, wat kunnen we ons partner dienen? In 1. Korinthe kapitel 7 leer we dat de man zal hangeren zijn zijn vrouw bevredigen. En zo ook voor de vrouw en man. Ons karper is niet bloos onzin, de is gegeven voor ons partner dat het schijn gewonnen werd. We zijn ook dat een van de grootste woorden wat mensen vaak in hoort doen, als wanneer zij seksueel misbruikt worden of wanneer zij seksueel hebben gezien. Ik wil je van deel van die zelden dat vingen des, dat die hoopning voeten kost. Du hast geen zin wat te groot is voor God. Du hast geen wonder wat te hoog en te diep is voor Jezus. En dat Jezus is gekomen ons te vergeven en ons te helpen en ons te heilen. Eerste Johannes kapitel 1, de 9e vers zegt, wanneer we onze zinnen bekennen, dan is hij trouw en gerecht en vergeeft ons de zinnen en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Dankzij van deel met mij dit metmerken. Ik hoop je hebt een goede dag. God te zien.